maandag. Even kijken, wat is het? 8 augustus. De bedoeling is vandaag om naar de eerstvolgende camping te rijden vanaf Marlozé. Gisteren de Mont Ventoux beklommen. Wat een drukke weg hier. Gisteren de Mont Ventoux beklommen. Ruim 2 uur erover gedaan. Belachelijke tijd natuurlijk, maar dat maakt allemaal niet uit. Goede vriend Tom Blok nog ontmoet. Op de camping was het ook verschrikkelijk gezellig. Heel veel zitten kletsen met mensen. Dus dat was een prima start van deze fietsvakantie. En voor de rest doen we het gewoon op ons gemak aan. We gaan ons niet druk maken. Zo, bijna in Vaison-la-Romaine. Het is nu 8 uur geweest. En de eerste 10 kilometer zitten er alweer op. Bisoen, zeggen ze hier. Milieu. Zo, we hebben net even gepauzeerd in Villedieu, lekker een dubbele espresso naar binnen gewerkt. En dan word je ook meteen beloond met een mooie afdaling. Ik ben nu op weg naar Suze-la-Rousse en vandaag ga ik naar Pont-de-Barret. En dat is ongeveer een dagetappe van 85 kilometer. Huisson. Tout à droite. Oké. Saint-Romain de Malgarde. Daar moeten we naartoe. Saint-Romain de Malgarde. Bij zo'n kraampje aan de kant van de weg. Lekker een halve kilo agrico's gekocht. We zitten tegen het overrijpen aan. Heerlijk. Het is nu 9:30 en het is echt warm al. Ik denk dat het al tegen de 30 graden is. Naar de lokale markt. Het kasteel, het eerste. Het eerste kasteel dat ik zie. Alleen maar wijnbouw hier. Alleen maar. Zo, dan gaan we de route naar Marnay instellen. Of Marnay. Ik weet niet hoe ze het uitspreken. Maar dat is nog wel 450 kilometer verder. Ik wil hier maar eens even stilstaan. De Les L-E-Z rivier. Nou, dit is voor mij dus het begin van de groene weg naar de Middellandse Zee. In omgekeerde richting. En deze ga ik dus volgen tot in Aken, zo'n beetje. Maar daar zijn we al net verder hoor.
Nou, dat heb ik weer. Windkracht 4, wind tegen. Tandje lichter. Ik rijd nu 15 km per uur. Salut. Even kijken, Valrias, daar moet ik naartoe. Boende transit. In het dorpje heb je al van hele stijve stukjes. Oh, ik ga verkeerd. Linksaf, volgens mij. Ja. Yo, ik zit weer op de goede route. Mooi. Jongen, 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 wat een wind zeg. Oh, ik heb hem echt vol op mijn kop staan. De hele tijd er tegenin. Ik rij hier in de natuur de hele tijd. Ja, nou, dan kunnen we de bladzijde weer omslaan van het boekje. Drom, Provençal. Jeetje, het blijft waaien. Drukke weg hier. Ik zit hier op de route de Allerac. En ze beheren klim dit. Dat is een kilometer of vier zo. Nou, half uur bezig. He, eindelijk afdaling. De beklimming van daarnet was 481 meter hoogte. En inmiddels ben ik weer afgedaald naar 250 meter hoogte. En we gaan nog een stukje verder naar beneden.
Ik fiets nu richting Pont de la Barrette, zo heet het. En er is een camping municipal, dat zal wel eenvoudig zijn. Maar geef niet. Ik maak een douche en water heb. En even de batterijen kan opladen. Dan ben ik alweer helemaal tevreden. Dus ik hoop dat ze een plaatsje hebben. Kijk, daar ligt het plaatsje al. Ja, ziet er in ieder geval leuk uit. Pont de Barrette, zo heet het.